Ex-directeur van Gelredome voor de rechter. Volgens justitie doodde hij zijn vrouw met een honkbalknuppel. Vervolgens heeft hij ook een kussen gepakt en het op haar hoofd gedrukt en gedrukt gehouden. Het aantal vermissingen in onze provincie is flink aan het toenemen. En de Gelderse hoofdrolspeler van de tv-serie Koen Kampioen is er helemaal klaar voor. Goedenavond, dit is het nieuws van woensdag 14 maart. Voormalig Gelredome-directeur Jasper van Amstel heeft zijn vrouw wel bewust en met voorbedachte raden gedood. Dat zegt justitie. De zaak tegen de 47-jarige ex-directeur is vandaag begonnen in de Arnhemse rechtbank. Hij staat terecht voor de moord op zijn vrouw. Jasper van Amstel staat hier links in beeld met Amerikaanse zanger Lionel Richie. Hij was de laatste 7 jaar directeur van Gelredome en maakte van het stadion het grootste theater van Nederland. Hij woonde in Elden. Zijn vrouw was trouwambtenaar en sportlerares. Ze hadden 3 kinderen. Het leek altijd een sprookjeshuwelijk. Tot die fatale nacht in november. Toen ging het goed mis. Verdenking is dat meneer Van Amstel op 29 november 2011 in Arnhem opzettelijk en met voorbedachte raden zijn echtgenote om het leven heeft gebracht. Dat is gebeurd door haar met een honkbalknuppel meerdere malen op het hoofd te slaan. En vervolgens heeft hij ook een kussen gepakt en het op haar hoofd gedrukt en gedrukt gehouden. Zij overleed enkele uren later in het ziekenhuis. Haar gewelddadige dood was een schok voor de buurt. Ik had nooit verwacht van die mensen, eerlijk niet. Waarom niet? Het waren hele nette mensen, zijn het. Ik denk dat het gewoon echt een heel erg geval van pech is. En ik vind het heel erg voor de meiden. En voor iedereen die om hun geeft. Tijdens de zitting vroeg de advocaten van de kinderen of de zaak achter gesloten deuren kon worden gehouden. Zij vonden het niet nodig dat alle details bekend zouden worden. De rechters honoreerden dit verzoek niet. Van Amstel verblijft in een gevangenis voor psychiatrische patiënten in Maastricht. En over 2 maanden is er ook nog een pro forma zitting. En in juni is dan de inhoudelijke behandeling van deze zaak. Dan moeten ook alle onderzoeken zijn afgerond. Het aantal vermissingen in Gelderland is het afgelopen jaar met ruim een derde gestegen. In 2010 werden er 2500 mensen als vermist opgegeven. Vorig jaar waren dat er maar liefst 4000. Politie Gelderland Midden wil meer inzicht krijgen in de oorzaak van de vermissingen. De politie vraagt uw aandacht voor het volgende. Het gebeurt steeds vaker. Mensen die van de aardbodem lijken te verdwijnen. Veel van de vermisten duiken binnen een paar dagen weer op. Maar een klein aantal blijft onvindbaar. Voor de politie reden om vanaf dit jaar alle gegevens te gaan samenbrengen in een database. Wij zijn een eigen database gestart met betrekking tot alle vermissingen vanaf 1 januari dit jaar. Zodat we duidelijk over een aantal maanden kunnen zeggen hoeveel vermissingen we precies hebben gehad. Meerderjarig, minderjarig, vanuit instellingen of particulier. De duur van de vermissing en ook de reden waarom iemand vermist geweest is. Om meer duidelijkheid te krijgen over de motieven van het verdwijnen, wil de politie praten met mensen die weer terugkomen of teruggevonden worden. Omdat deze werkwijze pas begin dit jaar is geïntroduceerd, kunnen de onderzoeksresultaten pas over 6 maanden worden verwacht. Als het goed is kunnen we straks in ieder geval vanaf 1 januari dit jaar, zoals ik al zei, de registratie zodanig bijhouden dat we in ieder geval over een periode van 3 tot 6 maanden kunnen zeggen van hé, daar zit toch wel een reden voor de vermissing en moeten we daar iets mee. En na het nieuws in ons achtergrondprogramma in Gelderland een uitgebreid verhaal over een vermiste vrouw uit Renkum en haar familie. De schrijver die komt uit de Achterhoek. Het verhaal speelt zich af in de Achterhoek. En de tv-serie die binnenkort landelijk wordt uitgezonden, u raadt het al, is grotendeels opgenomen in de Achterhoek. De hoofdrol die wordt gespeeld door Sjors van den Hoge uit Twello. De tv-serie is vanmiddag gepresenteerd in Blaricum. Koen voetbalt bij FC Top en samen met zijn voetbalteam beleeft hij het ene na het andere avontuur. Koen wil met zijn teamgenoten maar 1 ding... profvoetballer worden. De serie speelt zich vooral af bij voetbalvereniging PAX in Hengelo. In de hoofdrol Sjors van der Hoge uit Twello. Hij won de zoektocht naar het voetbal en acteertalent in de TV Gelderland serie Ik ben Koen Kampioen. Binnenkort is hij dus veel op tv. Ja. Beroemd, dat is denk ik iets groot woord, maar het lijkt me wel grappig om af en toe herkend te worden of zo. En van hé, jij bent die en die en dan zou ik wel leuk vinden. Naast Sjors spelen er veel bekende acteurs mee, zoals Leontien Borsato en Marit van Bohemen.
ja, ze zijn allemaal in het echt ook toptalenten qua voetbal. Dus dat is heel erg leuk. En daarnaast hebben ze nu ook leren acteren. Dus dat hebben ze maar mooi meegepikt. Koen Kampioen is een kinderboekenserie geschreven door Fred Dix uit Hengelo, Gelderland. De boeken zijn razend populair. Al meer dan 250.000 exemplaren gingen over de toonbank. De AVRO zendt de serie uit in de aanloop naar het EK voetbal van deze zomer. De Achterhoek gaat dus veel op tv komen. Ja, het is een geweldige promotie voor de Achterhoek. Want we zijn geweest in Doetinchem, in Winterswijk en in Lichtenvoorde. En natuurlijk ook vooral bij Pax in Hengelo. En als je dat dan terugziet in de tv-serie, is het natuurlijk helemaal geweldig. En de eerste aflevering van die serie, Koen Kampioen, wordt op 31 maart uitgezonden bij de AVRO. Ze zijn ten einde raad. Stef en Francine Jumelet uit Zaltbommel. Vorige week stalen dieven een zeer kostbare collectie Zeeuwse juwelen. Die juwelen zijn niet alleen veel geld waard, ze hebben ook nog een grote emotionele waarde. Het is van mijn moeder, die 95 is. Het is van haar moeder weer, van haar zusters. Nou, dat lag bij mij hier in bewaring, keurig in een kluis. Maar nu dus niet meer. Dieven kwamen via dit raam het huis binnen en stalen de collectie met een grote emotionele waarde. Meneer en mevrouw Jumelet kunnen het maar moeilijk verkroppen. Het is een soort van rouwproces. Daar vergelijk ik het mee. Alsof je een heel dierbaar mens in je omgeving verloren bent. Ja, mijn trots is gestolen. Ik was er ook erg trots op. Dat klopt. Vooral voor haar en haar moeder van 95 jaar is dat een hele slag. En wij durven het ook tegen haar moeder niet te vertellen. Bang dat het consequenties heeft voor haar gezondheid. Het enige dat overblijft zijn de foto's en het besef dat de collectie ook veel geld waard was. Ik durf het niet in euro's uit te drukken, maar dan praten we toch over enkele tienduizenden euro's. Daar moet je wel van spreken. Zowel financieel als emotioneel is het voor de familie Jumelet dus een grote klap. Dus het is natuurlijk ronduit gezegd om bij te huilen dat je ziet dit was in ons bezit. En nu is het in handen waarin het niet hoort. In Zeeland noemen wij dit dus de stikken, de stukken. Een soort van spiegels aan de zijkant van het hoofd. Dat zien we ook hier op de foto's. Wat vindt u nu het ergste? Dat die spullen weg zijn. En wat hoopt u? Dat de dader bereid is om ze terug te brengen. Ik wil daar ook nog een beloning zou ik er ook nog tegenover willen zetten. Maar goed, ik weet het niet. Ik hoop het. Samen zingen en bidden voor gewas en arbeid. Dat deden tientallen kinderen vandaag in Scherpenzeel. Straks meer. De politie heeft 11 tips gekregen over de zware mishandeling van een jonge prostituee in Nijmegen. Bij TV Gelderland en in Opsporing Verzocht werd gisteravond aandacht gevraagd voor de zaak. De 24-jarige Litouwse werd een maand geleden zwaargewond gevonden in een bordeel aan de Nieuwe Markt in Nijmegen. Radio Gelderland gaat in samenwerking met de KRO een regionale versie van Adres Onbekend uitzenden. In het programma dat ruim 40 jaar bestaat wordt gezocht naar een uit het oog verloren familielid, vrienden of bekende. Er is vandaag geen uitspraak gedaan in de gijzelingszaak Aalten. De rechtbank in Zutphen wil van deskundigen meer informatie over de toerekeningsvatbaarheid van de man die een jaar geleden de trekpleister in Aalten overviel. Hij gijzelde daar een medewerkster die hij enkele uren gevangen hield. Uit onderzoek van het Pieter Baan Centrum blijkt dat de man uit Dinxperlo leidt aan een waanstoornis. De sluis in Eefde is vanwege reparatie de komende 2 weken gesloten. Een sluisdeur viel begin dit jaar naar beneden. Sinds vorige maand is er een noodoplossing waardoor schepen de sluis toch kunnen gebruiken. Rijkswaterstaat verwacht dat de herstelde sluis eind deze maand weer in bedrijf is. Er zijn geen protocollen rond het zingen van het Wilhelmus tijdens Koninginnedag. Dat zegt voorzitter Michiel Sonneviel van de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen. Elke lokale vereniging is vrij in het invullen van tradities rond 30 april. In Zutphen wordt het eerste en het zesde couplet van het Wilhelmus gezongen. De burgemeester die zingt het zesde couplet niet mee, omdat hij niet achter de tekst staat. Stichting Koninginnedag Zutphen wilde weten of er regels voor waren.
De arrestant die vanmorgen ontsnapte uit het Sint-Jansdal ziekenhuis in Harderwijk zit weer vast. De man was door agenten alleen gelaten in een behandelkamer. Hij klom uit het raam en ging er vandoor. De man verstopte zich onder een brug en is daar ingerekend. Hij zou een auto hebben gestolen in Ermelo en raakte gewond toen die auto over de kop sloeg. De Apeldoornse uitgever Wegener heeft de opbrengsten uit krantenadvertenties vorig jaar opnieuw zien dalen. De advertentieinkomsten van dagbladen als De Stentor en De Gelderlander liepen met 14% terug. De uitgever wist dit jaar nog wel af te sluiten met een winst van ruim 30 miljoen euro. Een advocaat uit Nijmegen is veroordeeld tot 180 uur werkstraf vanwege ontucht met een Tielse cliënte die die bijstond in een echtscheidingszaak. De rechtbank acht bewezen dat hij de borsten van de vrouw heeft betast. De raadsman werd ook verdacht van verkrachting, maar daarvan is hij vrijgesproken. Actueel nieuws, weer en sport uit Gelderland. U ziet het allemaal nog sneller op uw iPhone of Android-telefoon als u vandaag nog de applicatie hiervoor downloadt. Niets is zo ingrijpend als de reanimatie van kinderen die bijna verdronken zijn. Ook omdat reanimeren van kinderen moeilijker is dan bij volwassenen. Daarom was er in Doetinchem vandaag een training voor ambulancepersoneel en voor medewerkers van het zwembad De Rozengaarde. Het is natuurlijk slechts een training, maar het is stressen voor de zwembadmedewerkers en het ambulancepersoneel. Want een kind redden door reanimatie is iets anders dan het redden van een volwassene. Omdat we te maken hebben met een kind, heeft iedereen toch het gevoel van dit moet gewoon slagen. Je wilt dat dit kind nog een kans krijgt. Dus het is zo belangrijk om dit zo goed te doen. En dat heeft zoveel gevolgen als zo'n kind zou overlijden. Dus wij willen daar maximaal op inzetten. Voor hulpverleners is het reanimeren een ingrijpende ervaring. Dat doet natuurlijk heel veel. Zeker als ze zelf moeder zijn van twee kinderen, speelt dat enorm beladen bij het personeel. Kinderen geven toch een beladen gevoel, geven stress, verhoogde stress, je adrenaline stijgt. En dat vraagt toch wel weer een extra zorg. Maar ook is de redding van een kind van de verdrinkingsdood veel moeilijker. Het grootste verschil is dat bijvoorbeeld de frequentie van het reanimeren anders is. Bijvoorbeeld het intuberen. De kinderen zijn kleiner, dus het is moeilijker. De doseringen van medicatie moeten aangepast worden op een leeftijd. Die is niet standaard zoals bij een volwassene. Tijdens de training leren de badmeesters ook samen te werken met het ambulancepersoneel. Elk jaar verdrinken er in Nederland gemiddeld 14 kinderen onder de 12 jaar. Wat betreft de hulpverleners zijn dat er 14 te veel. Ook ouders kunnen dat cijfer omlaag brengen door een reanimatiecursus. Want we hebben het ook over situaties thuis. Een kind verdrinkt in een badkuip bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld. En de vijf is toch ook wel een bekend fenomeen waar kindjes helaas in verdrinken. Hebben ze het goed gedaan? Ja, ze hebben het heel goed gedaan. Het is een training, een pop. Het kind had het gered? Dat denk ik wel, ja. Bidden voor gewas en arbeid. Duizenden Gelderlanders gaan vandaag naar de kerk tijdens biddag. Zo ook de kinderen van de christelijk gereformeerde kerk in Scherpenzeel. Als je bidt, zal hij je geven. Als je klopt aan het hart, zal hij doen. Als je schroet, dan zul je het vinden. Halleluja. Nou, biddag is dat je gaat bidden voor dingen. Bijvoorbeeld dat het graan mag groeien en dat de bloemen mogen groeien ook. Waar gaat biddag over? Over, ik heb geen flauw idee. Dan gaan de boeren en zo bidden en zo, dat als het goed mag lukken en zo. Over Jezus. Dat we weer lekker eten en drinken dit jaar mogen hebben. Want je houdt wel van lekker eten? Ja. Wat is het lekkerste eten? Dat. Heere God, Vader in de hemel, we komen deze dag nog een keer bij u om te bidden voor een heleboel dingen in deze wereld. Waar bid je het allerliefst voor? Nou, dan bid ik dat de Heer Jezus snel terugkomt. Dat oma weer beter wordt, want ze weet alles niet zo goed en zo. Gaat niet zo goed met oma? Nee. Voor de arme mensen. Voor arme mensen dat ze te eten mogen krijgen. Of zieke mensen dat ze beter mogen worden. Voor de wereld. En waarom? Dat ze niet in problemen komen. Als
Gaan we naar Casper Hootsen voor het weer in Gelderland. Graag zien we natuurlijk wat meer zonnestralen dan dit. En dat gaat ook lukken morgen. We hebben er al een paar dagen naartoe geleefd. Maar de zon die komt recht op grote schaal aan. De opklaringen zaten al een tijdje boven Frankrijk en deels België. Kwamen vooral wat verder van ons af te liggen de afgelopen tijd. Maar in de loop van deze woensdag naar het noorden toe uitbreidend. En die uitbreiding gaat ook verder door voor vanavond en vannacht. Dat betekent dat Gelderland uiteindelijk ook uitgebreid in die opklaringen terechtkomt. Geleidelijk ontstaat daarin dan wel hier en daar mist of wat lage bewolking. De temperaturen ook aan de lage kant met gemiddeld zo'n 2 graden. En hier en daar vorst aan de grond. Morgen dus ook een frissige start met wat mist hier en daar. Ook wat lage bewolking mogelijk. En uiteindelijk lost dat dan overal op. Zijn ook de laatste plekken zonnig geworden met tussendoor. Eerst nog even een toefje stapelbewolking, maar dat is ook al heel snel weggebrand. En verder prachtig blauwe zonneschijn. Een geweldige dag zit er aan te komen na die frisse start met temperaturen. Ja, die er mogen zijn. Echt een heerlijke lentedag bij een lichte zuidelijke bries. En goed, dat mooie lenteweer is wel een beetje van korte duur. Vrijdag nog een beetje een overgangsdag. De beste papieren daarbij waarschijnlijk voor de regio's Nijmegen, Arnhem en de Achterhoek. Voor wat betreft de zon en de temperaturen, die lopen langzaam al ietsje terug. Vooral in de loop van de weekendperiode zien we dan de wolken echt dikker worden. Met vooral op zondag een paar buien. Maar begin volgende week, dan komt de zon gewoon weer terug. Kort nog de hoofdpunten van vandaag. De voormalig directeur van stadion Gelredoom stond vandaag voor de rechter voor de dood van zijn vrouw. Volgens justitie heeft hij haar met een honkbalknuppel geslagen en daarna verstikt met een kussen. En in de aanloop naar het EK komt binnenkort de serie over de Achterhoekse voetballer Koen Kampioen op de buis. Dat was het voor nu. Een fijne avond nog.